Ik ga toch nog een keer de kans nemen, want ik heb niet de site gevangen die we moesten hebben. Ik ga gewoon kijken of we nog een site tegenkomen. Mocht je een site zien... Laat maar. Fiets, ga aan de kant! Ik heb hem gevonden. Saita! Ik ga het gewoon proberen, kijken of het lukt. Ik denk niet, maar... 1. Nee, was dat te verwachten. Nou, dood. Ik wou het proberen om niet dood te gaan, maar ja. Hey. Use the next Pokémon. Feint het. Nou, moeten we toch extra Pokémon's gebruiken die we eigenlijk helemaal niet eens op een lijstje willen hebben. Hoe kom ik hier uit eigenlijk trouwens? Iemand voor mij een tip hoe ik hieruit kom? Laat maar, ik weet hoe ik hieruit ga komen. Dat is waarschijnlijk helemaal KO. Griekse uitdrukken? Kom je er dan uit? Oké. Okay. Ik hoop dat ik deze site nog even mag vangen. Nee, site is moken snel, joh. Ik ga dit verliezen. Oké, dit is gunstig. Gast! Serieus? Oh. Go up. Red sphere, blue sphere, green sphere. Dankjewel, ouwe baas. Nou, kijk, gaan we even doen wat we anders ook altijd doen. Hop. Bebe PC. Wow. Wat een groot vierkant is dit geworden, zeg. Oké, dit is niet wat ik wil. Select, release. Select, release, yes. Select, release. Oh, tuurlijk. Ik moet even eerst genezen. Lol. Nee, ik heb de mythicals nog niet gehaald. Maar dat doe ik bewust, omdat je er anders mee gaat spelen. Dus gewoon lekker niet halen in het begin. Gewoon lekker grinden. Wacht, ik kan ook eerst voor een Houndoom gaan kijken trouwens. Deze gaat instorten. Wat krijg ik met die stambeelden? Volgens mij is het puur decoratie uit mijn hoofd. Oh, die Diglett zijn dus elke keer opnieuw. Maar je grot niet. Zeg alsjeblieft dat ik hier een vuurgrot krijg. Fountaining Cave. Wat is dit nou weer voor een grot? Een Lickitung en een Ralts. Vincent de Mijnwerker, at your service. Altijd tot uw dienst hoor. Lekker, mijnwerken, een Gliscor. Oh, wacht even. Een Houndoom. Hij zou hier moeten zitten trouwens. Kijk, hier is al een Lickitung. Ga weg jongen, Murkrow. Oh, ik kan hier zelfs Cyndaquil, Charmander en alles tegenkomen bij de International Pokédex. Jongen, dit is toch hartstikke scheef van dat beest nog af.
Zo, wat veel skroepjes, hé. Holy frieten. Joh! Komt u maar! Ja hoor, lekker jochie. Ik weet het. Maar ik wil hem heel graag gewoon in mijn team. Mits hij de juiste statistieken heeft. Ja, hasty, hè? Ik weet het. Hoppa, paralyzed. Kan er ook nog even bij. Kom maar, jongens. Hasty. That's what we want. The nasty dog. Kom maar, jongen. Je wilt gewoon in mijn team. Heel goed. Zo, lekker veel XP. Please. Oh. Komt ie. Ja of nee? Oh. Oh. Is dat lekker of is dat lekker? Is dat lekker of is dat lekker? Is dat lekker of is dat gewoon heerlijk? Oh yeah. Zo doen we dat. Oh, wat lekker, hé. Oh, wat een tophondje. Ability Flashfire. Waar kan je Pokémon abilities checken? Pokémon abilities. Power-ups. Pokémon's first type move if it hits by one. Volgens mij is dit ook nog zijn beste ability. Op zich is dit prima, toch? Op de Houndoom? Oh, die zit niet in de game. Ja, ik wou net zeggen. Ik zat net ook al te checken. Maar volgens mij was er niet echt een beter of zo. Maar prima toch? Zullen we hem houden? Ja, deze gaan we denk ik houden. Het eerste vrouwtje in het team. Nou, dan gaan we nu hunten voor de Scyther. Als we nu nog een Scyther vangen, dan ben ik helemaal klaar. Wat heerlijk dit zeg. Ongelooflijk. Maar kijk, Early Bird is ook wel chill. Als ability wordt hij sneller wakker als hij slaapt. Ja, dit hadden we wel even nodig. Ja, maar hoe snel zou er nou echt zou er sleep op je gegooid worden? Dan kan je beter deze hebben, denk ik. Dan maakt eigenlijk de ability van Houndoom maakt niet heel veel uit, want je kan alleen maar kiezen tussen die twee. Hé, hey, hier zit ook weer een Scyther kans in. Kom maar, Scyther. Zo, die Geo doet die rent, jongen. Oeh, een Rhyhorn is ook wel een leuke. Maar ik heb niet zoveel zin in. Scyther. Brilliant Diamond of Shining Pearl. Hé, hey, briljante diamant. Nee, dat komt meer door de Raikou die erin zit. Dat is het enige die ik wil hebben. Oh, fiets. We moeten Houndoom nog in de Pokéball zetten. Dat is een goeie. Ik ga dit net zoals Aridoctol uitspreken, hoor. Houndoom. Dit is een Houndoom. Wie wil ook allemaal nog een Houndoom? Kijk eens. Hatsa! Daar is de Houndoom. We gaan hem eventjes lekker groter maken, de Houndoom. Hop. Zo. Kijk eens. Dames en heren, Houndoom. Waarom die obsessie aan die bliksemhond? Houndoom of Raikou is de sterkste elektrische Pokémon die er is. En hij is gewoon... Ik ga denk ik wel de game resetten voor een shiny Raikou. Wat is de kans dan op een shiny Raikou? 1 op 4000 of zo, toch? Ja, ik ga het wel doen, denk ik. 1 op 4000? Ja, ik ga het wel doen, denk ik. Als je voordat je hem kan counteren kan 7, dan ga ik het doen. 100 punten. Ja, ja, want hij is in plaats van geel is hij dan oranje. Maakt niet uit. We zijn op zoek naar een Aridoctol. Weet je wat? Ik ga gewoon naar rechts. We moeten de boel daar ook nog een beetje... Je hebt ook nog een Starkleam. Oh, daar zit een Gastly! Oeh, laten we kijken of we die meteen mee kunnen nemen. Dat zou echt bruut zijn. Nee, nee. Nee, doorlopen! Wee! Rocky Cave. Oeh, die heb ik nog niet gespot. Een Quagsire en een Wooper. Een Woomper. Dan moet ik enige waar ik nog over na moet denken is een water-Pokémon. Maar dan zou ik denk ik nog wel een Poliwrath willen of zo. Ik weet niet eens of ik hem... Een Dazzling Cave! Gastly! Gengar, kom hier! Let's go! Kom maar! Ja, ja.
Hoppa. Oeh. Dit heeft wel iets meer pijn. Nee. Ja, dit is toch lekker? Dankjewel voor het lekkers. Kom op. Wat moet ik hebben, Robin? Wat zei je ook alweer? Modest of timid? Oké. Krijgen we bingo of niet? En welke van de twee is nou beter dan? Ik zit nu in dit ding. Ik ga hem vangen ook. 100 punten. Ik ga hem nu vangen. We gaan het team versterken met een Gastly. Ja. Nou, muscle of niet? Nee, quiet. Jammer. Maar er zijn hier meer. Kijk dan. Oh, wat lekker. Oh, dan kan hier ook een Duskull spannen. Een Rats. Oeh, een Smoochum. Dat zou ook wel nice zijn voor een Jinx. Traag. Oeh, een Elekid. Dan krijg je weer een Electabuzz. Time to speed, Modest en Special Attack. Ik zou zeggen Modest. Nou, dit was niet handig. Oké, geen Spark meer, want dan gaat hij in één keer neer. Zo, wat zou het zijn als we nu een shiny Gastly tegenkomen? Nou, dan word ik helemaal gek hoor. En dan flikker ik echt mijn tafel omver in bewijzen van. Holy moly, dat zou toch wat zijn? Oh, en dan ook nog Modest. Oh! Oi. Dat zou wat zijn, hé. Ik kan nog eentje doen. Deze is wel echt veel, veel zwakker, deze aanval. Wat is de kans om hier een shiny Gastly te vangen? Iemand? Iemand die de kansen kan gooien? Oh, lekker. Meteen meer eromhoog. Sessie. Jammer. Gewoon het idee dat je een shiny Gengar hebt is toch super bruut. Ik ga het gewoon nog een keer weer proberen hoor, Spark. Dat andere is me allemaal net iets te traag. Nee, werkt niet. Zo, mijn team is echt in één keer sterk nu, joh. Oh, wat lekker is dit, hé. Hier ga ik echt heel goed op. Zal ik eens kijken of ik hem nu kan vangen? Het is voor elke mon. Echt? Als je ze killt, wordt de kans groter? Nou, kom op. En anders moeten we even een paar doorvangen, want ik heb geen plek meer. Spijtig. Ik kan ze hier niet releasen. Nee, jammer. Dan moet ik helemaal weer hier naartoe lopen om te vangen. Zou ik er gewoon even een team vangen of zo? Je hebt 7 shinies al? Zo snel? Deze hebben we net gevangen. Bashful. Hoppa. Dit is top. Dit willen we. Dit moet er eentje zijn. Hij wil zo graag naar ons toe. Hij rende gewoon op me af. Hij zei, hey, kom, vang me. Komt-ie. Ja, wat een hulp. Wat lekker, jongens. Wat goed allemaal. Wat zijn we weer lief voor elkaar. Bingo. Ja hoor. Pokémon. Oh. Check. Serious. Oh. Weet je wat dan serieus is? Dat jij niet in dit team hoort. Ga je nou wel of niet voor Shiny Gastly nemen? Mocht ik hem tegenkomen, dan gaan we ervoor. Ik ga niet 4000 Pokémon's nu af om een Shiny Gastly tegen te komen. Als ik hier nou nog een Scyther heb, dan heb ik al 4 van mijn team. Dan wil ik sowieso nog een Tyranitar. En dan moeten we eigenlijk nog een water-Pokémon hebben. Maar welke? Hoppa, Luxio, level 24. Hoger dan Primplup. Roar. Keep old moves. Ah, allebei weer niet, hè? Echt, wat een hopeloze gebeur is dit, joh. Dat andere ging allemaal zo lekker zo snel. Dit gaat een beetje traag. Alles voor een Gastly, jongens. Een goede Gastly.
Oké, we hoeven geen zorgen te maken over ability. Top. Misschien nog op, jongen. Pokéball, go. Daar gaan we weer. Hey, kijk eens, weer een Houndoom. Wat zijn de kansen, hè? Kom maar, jongen. Payback. Echt, hè? Zou het zijn. Kijk die Houndoom er even lekker staan, joh. Maar ja, die hebben we al. Tot ziens. Pam 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 pam. Hopelijk hebben we hem nu. Maar daar komen we zo achter. Modest! Let's go! Let's go! Release die handel. Release die handel. Kijk dan, we hebben gewoon lekker een dikke, vette, sappige Ghastly. Hoppa! Moet die er ook maar even weer in, hè? Kanto. Ghastly, 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 Ghastly. Waar sta jij? Hier. Ghastly! Ghastly. Oh, ja, let's go. Oh. Hoppa. Dames en heren, kijk eens. Kijk eens, zijn ability is Levitate. By floating in the air, the Pokémon receives full immunity to all ground types moves. Let's go. Dat is lekker. Dat is lekker. Geen earthquake die tegen mij werkt. Hatsa. Heerlijk. Ah, oh, wat is dit goed. Dat is toch even lekker. Wat heerlijk. Nou, op naar de Scyther. En dan ben ik hier weg. Man, man, man. Wat een goeie. Ah, man. Dit spel dat houdt van ons.